Wat een introductie. Mooi toch, hè? Ja, vond ik wel, ja. Ja, en de vraag natuurlijk is, blijft hij het rustig aandoen? Of doet u het helemaal niet rustig aan en heb ik het niet gemerkt de afgelopen 14 dagen? De afgelopen 14 dagen is het heel rustig geweest. Hè. Iedereen is toch wat bekomen van de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Maar vanavond zit ik bij u. Ja. En ik geloof over 2 dagen bij uw collega Ivo Nieuwe. Een vrijdagavond is er een VVD-congres. Het wordt een gezellig congres. Uiteraard, bij de VVD. En maandagavond heb ik in Zeist een spreekbeurt. Dus u bent daar ook welkom. Dank u. En de afgelopen 14 dagen nog spreekbeurten gehad? Nee. Dus u weet niet meer zo erg wat er in het volk en onder het volk leeft op dit moment? Nou, ik ben een van diegenen die altijd, al toen ik ook in de politiek zat, heel goed luisterde naar mensen en met iedereen sprak, wie die ook was. En dan kun je heel wat horen. Ja. En u bent dus de komende 5, 6 dagen met u redelijk actief weer. Waarom doet u dat? Dat doe ik om mijn partij te ondersteunen bij de verkiezingen. Ja. En is dat een subtiel natuurlijk woord wat u zegt? Niet partijleider, maar partij? Of is dat... Nee, dat is hetzelfde. Want de partij heeft de partijleider nodig en omgekeerd. Hè. En ik ben zelf natuurlijk verschillende keren bij verschillende verkiezingen eerste man van mijn partij geweest. En als je dan, en dat geldt natuurlijk voor de VVD op dit ogenblik ook, in peilingen niet zo geweldig goed staat, dan is natuurlijk een eindsprint van het allergrootste belang. Dat betekent dus voor VVD'ers ook alle hens aan dek. En dan hebben ze dus de oude bootsman ook gevraagd om nog een beetje mee te doen. Ja. En niet de dwars tegen in te varen, maar gewoon gelijk te varen. Full speed vooruit. Ja. En allemaal tegelijk ook? Natuurlijk wel, ja. Ja, nee, dat vraag ik me altijd eventjes af. En dan is natuurlijk Hans Dijkstra de roerganger. Ja. En wij zitten aan de riemen. En u dat roept op mijn leeftijd. Ja, en u roept naar rechts en hij roept naar links. Nee, als je op een schip zit, dan is het bakboord of stuurboord. Hè? Ja. En bakboord is, zoals u weet, links. Ja? En stuurboord is rechts. Dat weet ik niet precies, maar u roept hetzelfde als Dijkstra. Het pad is hetzelfde. We gaan op naar de 15e mei en we hopen daar een toch redelijke verkiezingsuitslag te boeken. Ja. Nu doet het feit zich voor, meneer Wiegel, helaas voor u overigens, dat de VVD de rechterflank helemaal aan het vergeten is. In Buitenhof discussie was het zelfs zo dat het CDA daar heel makkelijk in kon kruipen, omdat Dijkstra zei dat de drugs maar gelegaliseerd is, een groot woord, maar gedoogd moet worden in Nederland. En Balkenende natuurlijk vrij schieten had. Ziet u niet een groot gevaar de komende 5 weken dat als de VVD die rechterflank onbezet laat, dat u wel kunt hopen op een goede uitslag, maar dat die niet komt? Ja, maar wat is links en rechts in de politiek? Nou, laat ik dit onderwerp bijvoorbeeld eventjes. Dat Dijkstra zegt, laten we maar gaan gedogen in Nederland. Zo'n onderwerp. En er zijn natuurlijk meer onderwerpen waar politiek de meningen over uiteenlopen. Ja. Noem het verkeersbeleid, noem het beleid ten aanzien van de WHO, noem het beleid ten aanzien van... niet de migranten, maar bijvoorbeeld groepen van jongeren die zich toch niet houden aan de regels. En daar is de VVD inderdaad meer uitgesproken soms dan andere partijen. Ik wou net zeggen, daar is de VVD tegenwoordig minder uitgesproken dan vroeger. Want dat is toch het laten schieten van uw rechterflank? Dat denk ik niet, want de VVD heeft bij monden van het Kamerlid Kamp op dat terrein altijd hele heldere taal uitgeslagen. Alleen, en dat weten natuurlijk de kiezers ook, de VVD heeft dat in het kabinet en in de Kamer niet gered. Nu kun je ook niet in een paar woorden over migranten spreken. Ik heb, hoe lang is dat geleden? Niet zo lang geleden met een aantal jonge mensen gesproken van wie de ouders hier naar Nederland gekomen waren. Waarom haalden wij in Nederland mensen van buitenaf, uit Turkije, uit Marokko? Omdat we in Nederland geen zin hadden om bepaald soort werk te doen. Hè? Dus dat mag ook niet worden vergeten. En ik sprak met een paar van die jonge mensen die hier zijn opgegroeid. Die hebben hier gestudeerd, die hebben hier nu banen. En dat was voor mij, ik vond het een fantastisch gesprek. Want die mensen willen zich in de Nederlandse samenleving thuis voelen. Die willen hier opgroeien, die willen hier ook de kans hebben voor hun kinderen. Dus als je spreekt over migranten of over asielzoekers, mag je dat nooit over één kam scheren. Waar we wel mee te maken hebben, en daar is echt te weinig aan gedaan, dat is kleine groepen, jonge mensen, oorspronkelijk de ouders komen uit andere landen, die vervallen in criminaliteit. En daarvan zegt mijn partij, en gelukkig nu ook steeds meer partijen, dat kan niet worden toegestaan. En dat mag ook best in een campagne worden gezegd. U verrast me. U verrast me dat u wat ook naar het midden van uw partij nu zich aan het bewegen bent. Absoluut terwijl u vroeger niet toch zo vrij sterk was in one-liners. Niet alleen niet over allochtonen, want dat moet je natuurlijk nooit doen, maar over al die onderwerpen die u ook... Nee, maar je moet alles even drugs en bekijken. Het verkeersbeleid, al die sterke VVD-punten. Over het verkeersbeleid en over het drugsbeleid heb ik buitengewoon heldere opvattingen. Ja. Maar je moet ook alles, en Dijkstra doet dat wel goed, vind ik, ook toch genuanceerd bekijken.
En over die migranten zou ik nog dit willen zeggen. Misschien komt dat ook straks nog aan de orde. Ik was de eerste minister voor het minderhedenbeleid. Dus wij hebben daar toen wat aan gedaan. Ja. Maar daarom gaan de mensen nu niet meer VVD stemmen, omdat u 20 jaar geleden wat aan minderhedenbeleid deed, geloof ik. Op een aantal punten, bijvoorbeeld het aanpakken van criminaliteit, de VVD te weinig zichtbaar is. Ja. Dat geldt ook voor het laten liggen door dit kabinet van de WHO-problematiek. Dat geldt het beleid van minister Netelenbos, waar het Kamerlid Hofstra stevig tegen de keer is gegaan. Dus wij zijn wel herkenbaar geweest. Dat moet. Nee, dat zijn we nog steeds. En dat zullen we ook de komende weken in een campagne moeten laten zien. Maar als u zegt, er zijn toch heel veel mensen die vroeger op de VVD stemden, die gaan nu misschien op Pim Fortuyn stemmen. Ja, dat zeg dat ik is nog een niet feit. Eens, maar ja, nee, dat is een feit. Ja. En wij zullen dus die mensen ervan moeten zien te overtuigen dat het misschien toch verstandig zou zijn om dat niet te doen. Hè? Want als te veel potentiële VVD'ers op Pim Fortuyn gaan stemmen, zeg maar, een stem op Pim is een stem op. Dan, u hebt het ook begrepen. Ja, nee, maar ja, dan ik weet het dan niet meer. Hoe was het ook alweer? Een stem op Pim is een stem op. Ik zal u bijlichten. Ja, de mensen in het land weten het, maar u misschien nog niet. Nee, nog niet. Dan wordt de Partij van de Arbeid de grootste partij. Oh nee. Dan krijg je meneer Melkert als minister-president. Nou, dat is natuurlijk een hele dynamische man. Ja. Maar een heleboel VVD-kiezers zitten daar niet op te wachten. Dus mensen die aarzelen tussen VVD en Pim Fortuyn, die moeten toch nog eens even goed nadenken. Zou ik ze gewoon willen vragen. Ja. En dan denk ik even met u meedenkend. Hè, ik wil u even helpen daarin. Met u meedenkend denk ik dan toch de afgelopen week overziende. Meneer Wiegel en de VVD, u laat uw rechtervleugel ongedekt. Want dat is de vleugel die natuurlijk aarzeling heeft om naar Pim Fortuyn te gaan. Nou, u hebt in die zin volkomen gelijk dat wij, als we kijken gewoon naar de uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen, ja, we nogal wat kiezers aan Pim Fortuyn zijn kwijtgeraakt. Ja. En die moet je dus terugwinnen. En dat is niet gemakkelijk. En ik vind dus ook dat die campagne, en je kunt campagnes winnen, ik heb het zelf een beetje meegemaakt, in 5 weken. Het is dus wel nu de hoogste tijd. Maar ik denk dat als we het goed doen in die campagne, dat we toch een heleboel kiezers ervan kunnen overtuigen dat ze misschien wikkend en wegend en niet tevreden ook over de VVD en over dat Paars. U hebt die prachtige das om waarom weet ik eigenlijk nou niet. Voor maar wilt u niet meer naar mij wijzen als u het over paars heeft? Ik dacht niet dat hij zo'n paars type was. Maar wat is dat voor stropdas van u dan, meneer Wiegel? Dit is een hele ouderwetse Engelse das. Maar de VVD heeft toch een. Ja, u moet u zin afmaken. Blauw afmaken, met een oranje streepje erdoor. Maakt de zin af. Maar onze opvatting is, en wij moeten ook tegen de kiezers zeggen dat de VVD een aantal dingen heeft laten liggen, niet goed heeft gedaan, gewoon fair play spelen, ook dat eerlijk toegeven. Maar ik zou de kiezers toch willen vragen ons een kans te geven. En op 15 mei ons beter uit de bus te laten komen. Ja. Dan tot maar is het dan die peilingen blijft. Is het dan zo'n sterk nummer van Dijksel om te zeggen, ik ben voor gedoogbeleid, terwijl Balkenende van het CDA dan kan zeggen, ja, maar de CDA is niet voor gedoogbeleid. Ik ben ook niet zo'n gedoger. Nee, daar win je toch niet. Ik zou het in zijn algemeenheid dit willen zeggen. Nee, als je specifiek. Daar kom ik dan op. Ja. Als je wetten maakt, moet je ervoor zorgen dat die wetten worden uitgevoerd. Als je ziet dat wetten niet worden uitgevoerd, moet je ze aanpassen of afschaffen. En ik voel dus op zichzelf eigenlijk niks in beginsel voor een zeker gedoogbeleid. Soms moet je het misschien een beetje doen, maar in wezen is het kijkend naar het respect wat toch kiezers moeten hebben en wat we allemaal moeten hebben voor de wet, is gedogen van wetsovertreding een slechte zaak. Ja, dat past toch niet bij de VVD? Nee, vind ik niet. Nee, dus Dijksel deed zondag niet goed. Nee, want Dijksel heeft erbij gezegd, we moeten proberen, als we kijken naar het drugsbeleid, want daar ging het over, moeten we proberen in ons land hetzelfde beleid te voeren als in de andere Europese landen om ons heen. Nou, al die buitenlanden zullen zich zeker niet erg aan Nederland gaan aanpassen. Dus wij zullen een beetje strenger moeten worden. En daar zou ik ook voor zijn. Ja, dus dat de boodschap van Wiegel staat wat dat betreft haaks wil ik niet zeggen, maar toch wel ietsje scherp op die Van Dijkstal. VVD moet niet overdreven, maar mijn gevoel zegt mij altijd, als je wetten maakt, dan moet je ze handhaven. Stel dat u premier van Nederland zou worden, meneer Wiegel. Stel. U zit er verwachtingsvol bij te kijken. En dat verbaast me niks. U ook? Nee, ik zie de glinster in. Ja, maar ik moet mijn vraag afmaken. Ja, gaat u gaan. U wou het al gaan ontkennen. Wat zou u als eerste aanpakken? Ik word geen minister-president van Nederland. Omdat de VVD het slecht doet in de peiling? Of omdat als de VVD
Hans Dijkstra onze kandidaat is voor het minister-presidentschap. Dat is kort geleden nog in alle helderheid gezegd. Maar als u mij zou vragen, wat zou een kabinet met een VVD-premier als eerste aanpakken, is dat in ieder geval de voortzetting van een gezond financieel beleid. Dat is toch heel erg belangrijk, want daar rust veel op. En in de tweede plaats denk ik dat wij een aantal zaken zouden aanpakken die naar de mening van de kiezers en ook naar mijn mening onvoldoende zijn aangepakt. En dan zie je de problemen in het onderwijs, je ziet de problemen in de volksgezondheid, je ziet de criminaliteit. Vind ik niet mooi, dat is dat Haagse slavenkoor. Gaat u daar ook nog in meezingen? Nee, maar dat het is roept wel toch waar. Iedereen. Als je aan mensen vraagt, hè, en ik spreek van u mensen. U spreekt de mensen, hè? Ja. Als je mensen vraagt, waarom ben je niet tevreden? Ja. Dan speelt er ook het algemene punt mee van dat Haagse gedoe, hè? Mm. Het binnenskamertjesgedoe. Dat zou ik sowieso afschaffen. Nou, u kent mijn opvattingen over hoe een regering met het parlement moet omgaan. En dat een Kamerlid ook moet staan voor zijn mening. En ook moet stemmen naar zijn overtuiging. Dat is dus sowieso belangrijk. Maar je moet gewoon kijken naar die beleidsterreinen waarvan de kiezers zeggen, daar moet het een slag anders. Ja, maar daarin onderscheidt u zich niet. Omdat iedere partij op dit moment, hoeveel doen er mee? 15 geloof ik. Al die partijen gaan zeggen, zorg, onderwijs, veiligheid moet anders. Achterkamertjes politiek, D66 natuurlijk een sterk punt. Ja, maar dan wat is nou? Nee, maar het was mijn vraag om niet trouwens. Maar wat? Nee, laat ik de vraag maar ombuigen. Wat is nou het onderscheidende van de VVD? Dan laat ik even die premier vallen, want dat wordt u toch niet. Het onderscheidende van de VVD is A, denk ik, ten aanzien van, dat is toch heel belangrijk. Dat is dus anders dan paars, hè? Want de VVD heeft het wat dat betreft onder paars ook niet goed gedaan. Het afschaffen van alles binnenskamers in Den Haag afdoen. Weer de echte verhouding onafhankelijk de regering en het parlement die herstellen, dat is één. Twee, ten aanzien van het materiële beleid, het goede beleid van Zalm doorzetten. En drie, want u zegt van over volksgezondheid en onderwijs, daar praten alle partijen over. Maar de oplossingsrichtingen zijn natuurlijk totaal verschillend. Hè? U had het net over die uitzending in Capitool. Nou, daar ging het Buitenhof, ook over de Volksbuitenhof. Heet dat tegenwoordig? Ja. Ook dat is een tijd geleden, meneer Wiegel. Het programma is precies hetzelfde, het heet een beetje anders. Maar daar ging het dus ook over de gezondheidszorg. Nou, waar hadden die heren met z'n zessen, die zaten daar gezellig bij elkaar op die zondag. Die waren ook heel blij dat die kwaaie oom er dit keer niet bij was. Die zaten van, hé, we zitten weer onder elkaar. Die hadden het daar over de manier waarop de premies voor de ziektekostenverzekering moeten worden geregeld. Terwijl als je aan mensen vraagt, wat is nou het probleem in de gezondheidszorg? Gaat het helemaal niet over de verzekeringsstelsel? Gaat het over de wachtlijsten? Gaat het over de verpleegkundigen waarvan er te weinig zijn en die niet zoveel verdienen? Gaat het over tekort aan artsen? Dus dat zul je, denk ik, veel centraler moeten zetten. Ja. U begint alweer helemaal te glimmen bij dit type uitspraken, toch? Ja, in februari heeft u een aantal profetieën gedaan die ik nog eventjes tenslotte met u ga afchecken. Dat is goed. De eerste was dat het CDA 5 zetels gaat winnen. Heb ik in oktober vorig jaar gezegd. Ja, en in februari blijkbaar herhaald. Ja, het gaat ook gebeuren, denk ik. Ja? Ja, ik vind Balkenende een perfecte aanvoerder. Je ziet, het CDA heeft grote moeilijkheden gehad. Hoe ze uiteindelijk de klus geklaard hebben. En dat professor Balkenende daar als nieuwe aanvoerder uit is gekomen. Die echt zichzelf is. Die ook een authentiek CDA-geluid laat horen. Spreekt mij zeer aan. Ja, want hij zit dicht tegen het VVD op een aantal punten. Dus voorzichtig. Je moet gewoon, wat iemand nou politiek is, je moet gewoon zeggen wat je van iemand vindt. En ik vind Balkenende een prima man. Links verliest zijn meerderheid. Ja. Nog een profetie. Ga door. Ja, nee? Dat hoop ik nog steeds. Ja, dat begrijp ik. Ja. Ik denk het ook, ja. Als je kijkt toch naar D66, als je toch onderdeel van links, D66 halveert, als je kijkt naar de Partij van de Arbeid. Nou, ze hebben zich een beetje hersteld natuurlijk de laatste tijd, maar echt florissant is het niet. Dus ik denk dat we van die linkse meerderheid straks af zullen zijn. En dat betekent toch dat links in de Tweede Kamer een heleboel dingen niet meer zal kunnen gaan blokkeren. Tot uw vreugde. En Kok zou Melkert kunnen vervangen. Ja, dat vond ik eigenlijk een klein gemeenigheidje van mezelf. Die was waarschijnlijk niet helemaal gemeen. En dat allemaal in oogenschouw nemen, welk kabinet heeft de meeste kans na de verkiezingen? Ik denk een kabinet toch Partij van de Arbeid, CDA, D66, GroenLinks. Ja, als je nu naar de getallen kijkt. En dat zou dus betekenen, ik zou dat heel jammer vinden, dat de VVD in de oppositie terecht zou komen. Maar ook dat hoort bij de politiek. Ik ben jaren oppositieleider geweest. En dat was toch een mooie periode voor u. Dat was een fantastische tijd. Ja. Maar natuurlijk, als je minister nu bent, is het niet leuk om te denken, straks kom ik misschien in de oppositie terecht. Dus de enige manier om dat te verhinderen, ik ben weer terug bij mijn centrale punt.
is toch, ja, zou ik aan de kiezers willen vragen, geef ons die herkansing op 15 mei. Hè? Want dan heb je toch de kans op een kabinet waarin VVD en CDA met elkaar de kern gaan vormen. Aangevuld met? Aangevuld met een mogelijke andere partij, waarbij ik gezegd heb, net als professor Balkenende, ik sluit daarbij ook de partij van meneer Fortuyn niet uit. Waarom zou ik dat doen? Tjilk, die is rond. Bedankt. Dank u, vrienden. Voor uw komst uit Dieven. Het was zoals altijd een plezierig gesprek. Wederzijds.